In deze video wil ik laten zien hoe je de bestandsnaam kunt veranderen van de foto's die door je camera worden gemaakt. Normaal gesproken zie je altijd IMG en dan een liggend streepje en dan de 1234. Ja, zo oplopend tot 9999. En dat is voor de meeste camera's het enige wat kan. Er zijn echter een serie camera's die de optie bestandsnaam als menuoptie hebben. En daarin kun je dat IMG veranderen. Bekijken maar eens waar we dat kunnen vinden. Dit is onder instellingen, dat is het gele menu. Je ziet daar een eentje en je ziet daar bestandsnaam. We drukken eens op set en we zien dat inderdaad de bestandsnaam op IMG en dan een liggend streepje. Dit is overigens een EOS R6 waar je achterop kijkt. Maar goed, wanneer die menuoptie bestaat, zijn er drie mogelijkheden. Want wanneer ik hier nou op druk, zie ik, hé, daar staat een code boven, 1D3A. Daar staat die IMG met een liggend streepje en IMG plus formaat. Goed, nou wat het allemaal precies betekent, dat kun je lezen in een artikel wat ik hierover geschreven heb. Dus kijk op het linkje wat onder deze clip staat. Maar we gaan even kijken hoe ik nou bijvoorbeeld dat IMG kan veranderen. Nou, je drukt hierop, je zegt nou ik wil die code die Canon toegekend heeft aan deze camera gaan gebruiken. Nou, dan zie je daar 1D3A en daarachter komt dan straks 1234 bijvoorbeeld. Ja, nou dit is voor mij niks zeggend, maar voor Canon wel, want blijkbaar heeft deze camera deze code en ik wil dat combineert bijvoorbeeld met serienummer. Kun je in een wirwar van foto's altijd jouw foto's terugvinden. Vervolgens, nee, we willen geen IMG, we willen niet die code. Ja, we willen een eigen naam. Nou, dat kun je niet hierin veranderen, dat is even onduidelijk. Nee, dan moet je dus gebruikersinstelling 1 veranderen. Dat zie je ook daaronder, hè? Gebruikersinstelling 1, daar staat IMG met dat liggend streepje. Dus we tikken daar maar eens op en dan zien we inderdaad IMG met het underscore. En ja, dit is een bekend dialoogvenstertje op een EOS camera. Nou, we halen eerst die IMG maar eens even weg. Nou, dit is een EOS R6, dus ik doe dan R. Druk hierop, dan een 6. Dan druk ik er weer op en dan noem ik dat een P. Dat wil zeggen de R6 van Pieter Dazen. Ik wil een liggend streepje tussen mijn drie lettertjes en de cijfertjes, want dat geeft mij veel duidelijkheid. Ja, en dan zeg ik oké. Okay. Nou zie je, die gebruikersinstelling is wel veranderd, maar de bestandsnaam nog niet, want dan moet je dus even opnieuw doen. Je gaat even naar boven, je selecteert hier en daar zie je die R6P staan en die kun je dan selecteren. Dus alle foto's die ik vanaf nu maak, daar staat R6P underscore en dan een 1234.cr3. Daaronder heb je nog een gebruikersinstelling 2. Nou, dat staat dus in het artikel. Ik zou zeggen, ga daar even naar kijken wat dat dan precies betekent. Maar wil je dus op de betreffende camera's, die dus de menuoptie bestandsnaam hebben, de bestandsnaam wijzigen, of in ieder geval de eerste 3 of 4 karakters, ja, doe dat dan op deze manier. En dan kun je je foto's altijd makkelijk terugvinden in een bepaalde, met een bepaalde code die ervoor staat, of met de naam die je zelf verzonnen hebt. Tot zover!